Het is tijd voor de verkiezing. Wie is de stoerste vrouw van de middeleeuwen? En is dat bijvoorbeeld Jeanne van Bretagne, de stoere piratenleidster? Weg met die Fransen! Elk Frans schip zal je plunderen! Jeanne haat de Franse koning sinds die haar man Olivier heeft laten onthoofden. Ja, maar Gijsbrecht, dan zou ik ook boos worden. Weg met die Franse koning! Olivier, waar ben je? Olivier! Je t'aime, mon appel. Maar je kan ook stemmen op Hildegard van Bingen. Hm? Hi, ik ben Hildegard. Ik ben schrijfster, / componiste, / filosofe, / non. Binair. En ik schrijf boeken over de wetenschap en over seksualiteit. En met name de seksualiteit van vrouwen. Ja, dat had nog nooit iemand eerder gedaan. Dat is toch waanzinnig, ja. Daarom doe ik het, toch? Wat vindt de paus daarvan? Kan mich nicht zählen. Man muss tun, was man in Kopf hat, ja? Als ich über Sexualität will schreiben, dann schreibe ich über Sexualität, ja? Schüssli grüßli. Wat een stoere non. Of stem op Jeanne d'Arc. Zij is jong, zij is stoer. Een tikje godsdienstwaanzinnig. En hier is ze, hoor. Hoi, ik ben Jeanne d'Arc. Ik ben een meisje, maar ik ben vermomd als man om een leger te gaan leiden. Waarom heb je dat gedaan, Jeanne? Toen ik 13 was, kreeg ik een vision. Ik hoorde de stem van God. En die zei, Jean, kom op, doe eens wat. Gooi die Engelse land uit. Dus dat heb ik gedaan. Ja, en wat vinden die Engelsen daarvan? Die willen mij op de brandstapel zetten. Omdat ze bang voor mij zijn. Omdat ik mannenkleren draag, omdat ik buiten de norm val. Goed zo, Jeanne. Je moet gewoon zijn wie je wil zijn. Niemand kan mij vertellen wat ik aan moet. Dan, stem op mij. Oh, wat een stoere meid, hè, die Jeanne. Ja, maar ik vind jou ook een hele stoere dame, Thijs. Nou, Gijsbrecht, wat fijn om te horen. Dank je wel. Alsjeblieft. Lieve mensen, u kunt stemmen per postduif of gewoon via het middeleeuwse internet. Een tikje traag, maar ja, er is nergens wifi. En alle stemmen komen binnen. Het wordt ongelooflijk spannend, Thijs. Eens even kijken wie daarin loopt. Ik zie daar Jeanne d'Arc inlopen. Nee, het is Hildegard van Bingen die vooruit loopt. Oh, dit is zo bloedstollend, hè? Dat is waanzinnig. Kijk eens aan, ze gaan kop aan kop. Aankop. Gijsbrecht, ik zie dat de laatste postduif is binnengevlogen. En wij hebben een uitslag. De winnares van deze verkiezing is niemand minder dan... Jeanne d'Arc! Yes! Lieve schat, wat gaat er door je heen? Ik ben trots. Ik voel me gesteund. Ondanks dat ik in de cel zit. Goed zo, Jeanne. Dit was de stoerste vrouw van de middeleeuwen. En volgende week zijn Gijsbrecht en ik er natuurlijk gewoon weer. En dan vragen wij ons af, wie is de gekste paus? Tot dan. Tot dan dan. Wat een stoere meiden allemaal, hè? Ja, maar weet je wie ik de stoerste vrouw vind? Jij. Oh, wat lief. Dat je het met me uithoudt, vind ik stoer. Oh, lieverd. Oh, het begint weer. Oh.